Eerste Pinksterdag, zondag 11 mei. Derde stroomstoring dit jaar in de Achterhoek. Nu door een luchtballon die een hoogspanningskabel raakte. Code droog bezorgt de brandweer handenvol werk. Wij gunnen de Friezen dat zij het uitgevonden hebben. Maar zoals in een goed democratisch land is, je kunt niks voor jezelf alleen houden. Ook in Altforst is men enthousiast over Vieljeppen en moet zelfs een heus stadion voor verrijzen. Goedenavond. Voor de derde keer in korte tijd is een deel van de Achterhoek getroffen door een stroomstoring. In het Overijsselse Haaksbergen raakte een luchtballon een hoogspanningskabel. Inwoners van onder andere Neede en Eibergen kwamen zonder stroom te zitten. Het Korps Landelijke Politiediensten heeft een onderzoek ingesteld naar het ongeval met de ballon. Er vielen geen gewonden. Mijn zusje vertelde dat er een ballon ging landen bij ons thuis. Ze had de ballon al aanzien komen. En toen wij er bijna waren, toen zagen wij een blauwe vonk en hoorden een aantal knallen. Dat was dus de ballon die tegen de hoogspanningskabels aan was gekomen. En toen was de stroom eraf en was er dus ook geen stromend water meer. Want niet alleen de stroom viel uit, ook de druk op de waterleiding viel weg. Het noodaggregaat van waterleverancier Vitens sloeg niet aan en daarom zaten inwoners van onder andere Eibergen en Neede ook nog eens een uur zonder water. Dus wij hadden de hele dag hadden we gefietst en toen nog in de tuin gewerkt. Dus ik stond op het punt om lekker onder de douche te gaan en ploef. Ah, ik vind het dus een beetje een vervelende zaak. Want het is, je zit er elke keer weer met kaarslicht en alles te mieren. Nu was er ook geen water, geen stromend water bij. Ja, dat is echt een, ik weet niet of je het toeval kan noemen, maar het is ook gewoon vette pech. En het is ook echt heel vervelend dat het nu juist daar gebeurt. Gelukkig bleef het in die zin beperkt tot een uur. In de winter van 2005 was het dagenlang geen stroom omdat een elektriciteitskabel door hevige sneeuwval brak. En vorig jaar zorgde een schip ervoor dat bewoners van het gebied uren in het donker zaten. Dat geeft wel aan dat wij er wel goed aan doen dat we dus echt Haaksberg aansluiten en dus een extra verbinding gaan aanleggen. En dat gaan we nu ook doen. Die extra verbinding zorgt ervoor dat als er in de toekomst weer een ongeluk gebeurt, er toch altijd stroom blijft. De verbinding moet over anderhalf jaar klaar zijn. Het warme weer bezorgt de brandweer handenvol werk. Code droog is in een groot deel van onze provincie van kracht. En dat betekent dat er geen open vuur gestookt mag worden. En ook het roken van sigaretten is taboe in de bossen. Toch moest de brandweer op de Veluwe vandaag diverse keren in actie komen. En niet alleen daar. In Doetinchem brandde een leegstaand bedrijfspand in de Kapoeniestraat tot de grond toe af. De brand ontstond aan het begin van de middag. De rookontwikkeling zorgde voor weinig overlast. De wind blies de rook het centrum van Doetinchem uit. De brandweer spoot auto's die in de omgeving geparkeerd stonden nat om te verhinderen dat die vlam vatten. En in Bemmel heeft de brandweer een hond gered uit een brandende woning. De bewoners werden wakker van de stank van de rook en vluchtten naar buiten. De hond bleef in de woning achter. De blusploeg is met ademluchtmaskers de woning ingegaan en vond de hond onder de bank in de woonkamer. Het is eigenlijk de sport van de Friezen. Maar ook in Maas en Waal moet het volkssport nummer 1 worden. Vandaag werden de inwoners enthousiast gemaakt tijdens de Open Maas en Waalse kampioenschappen Vieljeppen. Slaat het aan, dan moet in het dorpje Altforst over 2 jaar zelfs het grootste Vieljepstadion van onder de grote rivieren verrijzen. Vieljeppen is hot, tenminste in Friesland. En nu ook onder de grote rivieren. Vandaag werd in Altforst het Open Maas- en Waalse kampioenschap Vieljeppen gehouden. Het principe is simpel. Je springt in de polstok, klimt omhoog en springt aan de andere kant van het water weer naar beneden. Alleen in de praktijk valt het nog niet mee. En op de water, ja. Ja, valt vies tegen. Wat is zo moeilijk dan? Ja, maar hoog in de stok te komen en recht door te gaan. Valt niet mee. Het is een goede sprint die je moet hebben. Je moet daarna hoog inspringen. En dan heb je ook nog eens dat je moet gaan klimmen, moet gaan uitspringen. Want je wil je zo ver mogelijk wegwerpen van die stok om zo ver mogelijk in het zand te komen. En dat zijn allemaal dingen die je allemaal in een paar seconden moet doen. En dat vergt heel veel energie. 1 keer per jaar tijdens de Pinkstermarkt Altforst wordt hier slootje gesprongen. Maar als dat aan de organisatie ligt, blijft het niet bij die ene keer.
Over 2 jaar moet Altforst het Vierljepcentrum van Zuid-Nederland zijn. Voor een paar duizend euro moet hier een locatie met tribune en goede schansen gerealiseerd worden. Dit is nog alles gebrekkig in zekere zin. Het zandbed ligt iets te steil, ligt iets te hoog. Nou, het kan allemaal vermaakter. En dat willen we op een of andere plek hier in het dorp. Daar zijn we naar op zoek. We hebben daar ook gedachten over en daar willen we dat realiseren. Het enthousiasme onder de inwoners van Maas en Waal is groot. Ik denk dat het heel erg leuk is, want het is heel erg een trek. En dit gaat al 30 jaar, is het aan de gang. Nee, wel. Leef wel hier. Met een traditie van 30 jaar vierljeppen vinden de inwoners van Altforst dat het vierljeppen ook in hun traditie hoort. Het dorp heeft zelfs al eigen kweek. Al 4 jaar lang is Roy van Ooyen de Maas en Waalse kampioen. Het is wel vermoeiend. Maar je bent wel de trots van het dorp, hè? Ja, dit is het 4e jaar was vorig jaar dat ik gewonnen had. En nu moeten we zien, hè, of het weer lukt. We hebben 5 jaar op rij. Zijn de Friese te verslaan? Nee, daar kan ik niet tegenop. En dat willen de Friese graag horen. Want hoe je het ook wendt of keert, van oorsprong is het een Friese sport. Maar om de plannen voor een Vierljepstadion moeten ze lachen. Ik denk dat, dat we voor hier het gewoon in Friesland en in Utrecht moeten houden. En voor de rest inderdaad 1 keer in het jaar hier laten ze ons laten springen en hunzelf laten springen. Wij gunnen de Friese dat zij het uitgevonden hebben. Maar zoals in een goed democratisch land is, je kunt niks voor jezelf alleen houden. Ja, wij mogen daar toch ook wel een graantje van meepikken. Volgens mij je oog gaat helemaal rechtsop. Helemaal, ja, prachtig. Op de paardendagen in Zelhem is het niet alleen maar pret. Veel stallen zetten alles op alles om zich van hun beste kant te laten zien. De auto die gisteren gestolen werd bij een veearts in Bemmel is terecht. Getuigen zagen de Mercedes vanochtend op de Borgardijnstraat in Arnhem staan. In de auto lagen medicijnen die ernstige gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Er lijkt niets verdwenen te zijn uit de wagen. Tafeltennisser Trinco Kane heeft voldaan aan de internationale kwalificatie-eis voor de Olympische Spelen. De Arnhemmer bereikte gisteren bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Budapest de laatste 8. Kane moet nog wel de nationale kwalificatie-eis halen. Tientallen moeders genoten van een speciale moederdagbrunch bij het Arnhemse zwembad Klarenbeek. Natuurlijk kon er ook gezwommen worden. Het zwembad Klarenbeek begroette vandaag al de 10.000ste bezoeker van dit jaar. De Nijmeegse basketbalclub Matrix Magics is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de play-offs om de nationale titel. Amsterdam won de 4e wedstrijd van de halve finales met 92-73. Daarmee schreven ze de halve finales met 3-1 op hun naam. Het nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. Gelderland trok er massaal op uit op deze zonovergrote eerste Pinksterdag. In de provincie werden tal van evenementen georganiseerd. Zo ook bij kasteel Huis Berg in Serenberg, waar een middeleeuws belegeringskamp is neergezet. Voor het eerst sinds eeuwen maakte het kasteel dit weekend een belegering door. De compagnie van Kranenburg probeerde Huis Berg in te nemen. Bij het kasteel is een heus legerkamp verrezen met soldaten, medisch personeel en vrouwen die een middeleeuwse pot bereiden. Naast de gevechtshandelingen waren er op de middeleeuwse markt vreedzamere taferelen te zien, zoals kooplui die hun waren aanboden. De Achterhoekse paardendagen in Zelhem is, behalve plezier voor jong en oud, ook een heel serieuze zaak. De Achterhoekse trots, Stal Schenning uit Zelhem, doet met verschillende paarden en ruiters mee om zich van hun beste kant te laten zien. Dressuur op topniveau vanmiddag op de Achterhoekse paardendagen in Zelhem. Een van de deelnemers is Karin Pettersson van Stal Schenning met haar toppaard Cleopatra. Kiropraktiek is een programma. Je maakt het programma zelf. Dus er hebben bepaalde onderdelen, de vaste onderdelen zijn voor de jury. En dan mag je zelf het programma in elkaar zetten. En dan zet je daarbij de muziek erbij. Dus de muziek zal een beetje passen met de oefeningen die je maakt. Karin Pettersson en Henny Schenning runnen samen Stal Schenning in het buitengebied van Zelhem. Het bedrijf heeft zo'n 30 sportpaarden die getraind en verzorgd worden voor de verkoop. En dat loopt steeds beter. Kijk, we hebben ze staan vanaf 3000, ja, tot ja, over een ton, tonnen misschien wel. Maar dat is gewoon de vraag van ja, hoe hoog is het paard opgeleid. Naast de verkoop en aankoop van paarden rijden Henny en Karin hun paarden zelf bij wedstrijden en doen landelijk daarin mee in de top.
ja, wie weet. Kijk, het is natuurlijk een droom om ooit op de Olympische Spelen te mogen rijden. Dus ja, wie weet. Maar er is een hele lange weg nog te gaan. Je moet wel ook een paard hebben die, die echt een merk kan doen. En je moet zelf natuurlijk ontwikkelen dat je echt goed gaat rijden. En ik ben er nog niet. De Achterhoekse paardendagen duren nog tot en met morgen en hebben tot nu toe zo'n 800.000 bezoekers getrokken. Een zwaar ongeluk bij Beuningen en een nietsvermoedend stelletje dat zomaar verdwijnt in de Rijnkade. Een terugblik op het nieuws van de afgelopen week. Vier doden bij een zwaar ongeval op de A73 bij Beuningen. Een auto raakt beklemd tussen twee vrachtwagens. De voertuig is uitgebrand, dus ze zijn door verbranding om het leven gekomen. Na de identificatie blijkt het te gaan om een gezin uit Helmond. Code droog op de Veluwe en in de Achterhoek. Bij Hoogsoeren woedt een heidebrand. De brandweer heeft al een vermoeden wie de dader is. Wij vermoeden hier ook dat er hier een pyromaan actief is. Gratis heroïne in Nijmegen. Een ambitieus project. Maar zonder het benodigde aantal van 25 verslaafden niet eens haalbaar. En dus gaf Nijmegen onlangs 650.000 euro subsidie terug aan het ministerie van Volksgezondheid. Wandelen langs de Rijn in Arnhem lijkt levensgevaarlijk. Een stelletje wordt zomaar opgeslokt door de Rijnkade, waar de stenen spontaan wegzakken. Als er zomaar zulke gaten kunnen ontstaan waar mensen gewoon in verdwijnen volledig, is natuurlijk niet normaal. Een speciale demobus voor gehandicapten en ouderen moet een alternatief vormen voor de regiotaxi. Maar de entree is voor veel rolstoelgebruikers nog erg lastig. Hoort! Hoort zegt het woord! Een heus concours voor dorpsomroepers in Elburg. Inzet is de felbegeerde Hanzestedenbokaal. Boeren! Nog een maand en het EK voetbal begint. In Twello is de oranjegekte al volop losgebarsten. Al blijkt dat vooral een klus voor mannen. Wij zijn voor entertainment. We laten de mannen het werk doen en wij zitten hier voor de gezelligheid. Heerlijk, al die zon, maar door het aanhoudend zonnige weer steekt er al meteen weer een probleem de kop op. Droogte. Of de tuinsproeier weer aan moet, horen we nu van Amara Onbuka. Als u een tuin hebt, wordt de komende dagen nog wel sproeien geblazen. Want we houden in eerste instantie droog weer, behoorlijk wat zon. Maar zulke blauwe luchten niet meer. Want er komt langzamerhand steeds meer beweging in de atmosfeer. Morgen misschien al een paar stapelwolkjes. Dinsdag denk ik ook. En vanaf donderdag, ja, dan houdt het niet helemaal meer droog. Misschien dat er zelfs wel onweer bij is. De temperaturen, ja, die gaan dan een stukje naar beneden. In eerste instantie hebben we nog nergens last van. Liggen in dat gat in die bewolking hoge drukgebied en storingen die eigenlijk net langs ons heen trekken. Af en toe wat sluierbewolking, misschien een paar watjes in de lucht, stapelwolken. Maar het worden er dus meer vanaf morgen. Misschien al hier en daar echt wat hogere stapelwolken. Dinsdag zitten ze misschien wat lager. En geleidelijk aan gaat deze storing, die de afgelopen dagen behoorlijk wat regen heeft gegeven in Spanje, maar ook in Frankrijk, die gaat langzaam omhoog kruipen. En vanaf donderdag gaat die ook Nederland aandoen. Betekent vanaf donderdag al duidelijk lagere temperaturen, regen en ook af en toe onweer. En ik denk dat we het vrijdag dan ook niet helemaal droog houden. Nou, vandaag wel gewoon droog, niks aan de hand. Die stapelwolken die er waren, die zakten weer in. We gaan naar een mooie, zwoele avond, heerlijk terrasjes weer. En vannacht wordt het dan niet kouder dan een graad of 12 ongeveer bij een afnemende oostwind. Zwak tot hooguit langs de rand, weer matig. Dan morgen, we beginnen mooi met volop zon. De lucht is nog steeds blauw, nog steeds die hoge UV-index. In de loop van de dag, ik denk richting halverwege de middag, ontstaan er dan echt van die hogere stapelwolken. De zon komt daar echt nog goed doorheen. Ik denk ook vooral dat in de oostelijke helft van de provincie is. Maar de temperaturen die zijn nog steeds hoog, want we komen gemiddeld uit op een graad of 6 tot 27 bij een matige oost- tot noordoostenwind. En dan de dagen daarna. Nou, in eerste instantie nog niet zoveel aan de hand. Als woensdag is een hele mooie zonnige dag. Temperaturen van een graad of 5, 26. Vanaf donderdag dan regen, misschien onweer. En dan gaan de temperaturen een klein stukje naar beneden. In Groesbeek heeft de voetbalkoorts een nieuw hoogtepunt bereikt. De Groesbeekse clubs, de Treffers en Achilles 29, spelen morgen de beslissende wedstrijd om het kampioenschap in de hoofdklasse C. Hoe dat is afgelopen, ziet u morgen. Voor nu nog een fijne avond. Zet de stoelen aan de kant en zit mee.